Ja, vrienden, daar hebben we hem. Ik heb hem maar gebeld. Hij zegt, ja, even skypen. Nou, dan gaan we dan skypen met Ralf Seuntjes. Ja, Harry. Ja. Ja, jij hebt mij een brief gestuurd. Ja, je hebt wel een vermoeden waarom, denk ik, of niet? Nou ja, dat schreef je al. Je schreef van, het kan zo niet blijven. Je kan niet negeren, zou ik maar zeggen. Dat is eigenlijk waar het op neerkwam. Ja, we hebben natuurlijk eind vorig seizoen, begin dit seizoen een beetje omtrent Marie Stijn natuurlijk wat problemen gehad. Maar Harry Vermeulen. Maar goed, Ja. moeten we het daar nog over hebben? Ja, ik wil het er ook nog Nee. even over hebben, of niet? Nee, daar gaan we het niet meer over hebben. Of we gaan Iedereen het er weet niet hoe meer over hebben? dat. Nee, maar Dus wat ik wel wat wil ik zeggen. daarover vind, dat mag ik niet meer zeggen nu van Nee. jou. Eigenlijk niet. Nee, Harry, dat mag je eigenlijk niet meer zeggen. Maar het Oh. enige wat ik wil. Is Ja. dat jij gewoon weer dat NAC support. Want jij als toch een held van iedereen vroeger. Met alle internationals. Met jouw fantastische charisma. Jij past ook gewoon bij NAC. Jouw figuur past bij NAC. Jouw enthousiasme past bij NAC. En Hallo. dan, ik vind dat jij gewoon terug moet naar NAC supporter te zijn. En ons volle bak moet ondersteunen. En misschien helpt dat ons richting de winterstop naar een hele hoop punten. Want ja, we staan er niet al te best voor. En Nee, dat heb ik gezien. Jullie staan 15e, daarom heb ik jou een brief gestuurd, Harry. En een ja. klein presentje erbij. Ja, Want dat jij vond ik moet wel heel gewoon leuk. deze fantastische club, moet jij Ja. gewoon steunen. En jij kan op alle tribunes kan jij hier komen. En jij past bij alle mensen die hier op de hoofdtribune pas je bij. Vargé, als je daartussen staat, pas je als een vis in het water. De Bisset, als je daartussen gaat staan, kan je met iedereen opschieten. Je bent in principe gewoon de supporter NAC gewoon. Zo'n mooie gozer ben je. Dus je moet gewoon terugkomen bij NAC. Wat moet ik je daar nog op zeggen, Ralf? Ja, je kunt hier maar één ding op zeggen. En dat moet wel uit jouw mond komen. Dat is waar. Ja, want jij hebt mij dat ding gestuurd. Kijk, hier met van niet Ja. openen en weet ik veel. En eerst die brief lezen heb ik gedaan. Mag ik hem nu openen dan? Je mag hem nu openen. Ga maar Oh, maar eens mag ik open. hem openmaken? Hé. Mag Nou, hem wat spannend. openmaken. Laat maar eens zien wat erin zit Wat een spanning, aan de vrienden. supporters. Ja, wat een spanning, vrienden, in Breda. Het gaat nu gebeuren. Ik ga hem gewoon openmaken. Met een speciaal plakbandje. Heb je hem ook nog dicht gemaakt? Je hebt hem wel heel serieus dicht gemaakt, hè? Nou goed, dan komt hij dan, hoor. Nou, even kijken wat er gebeurt. Even kijken. Ja, daar komt hij. Nou, hier, daar hebben we hem. Ja. Dit heeft hij gestuurd. Ja, pareltje aan boord, NAC Breda. Ik Ja. dacht van, dan ziet iedereen waar jij ook bent en rijdt, dat jij NAC support. Jongen, jongen, dat is nogal wat, zeg Dus hé. En die moet ik in mijn auto gaan stoppen. ja, en op een zichtbare plek, dat iedereen ziet dat hier NAC rijdt. Jo. En dat moet ik nu gaan doen. Ja, dat moet je nu gelijk doen, Harry. Gelijk Gelijk. doen. En dan Gelijk doen. moet ik in mijn auto ophangen. Ja, je moet hem nu Nou goed. gelijk ophangen. Oké, als jij het zegt, ik ben weg. Jo. En tot zo. Ik kom zo, hè. Ik kom zo weer terug. Tot zo, Harry. Ja, daar hebben we hem. Ja. Kijk, als Ralf dat vraagt, ja, dan moet ik dat gewoon doen. Het is gewoon zo'n aardige actie. Ja. Dus, huppakee, eventjes autootje open. Nou, daar gaan we, vrienden. Hier. Even een beetje spuug erop. Ja. En daar komt hij. Laat ik hem zo ophangen. Nou, klepje dicht. Even kijken of die hangt. Nou, ja, hij moet nog. Ja, kijk. Ja, hangt nog niet helemaal recht. Hij moet nog even een klein zetje krijgen. Wacht even. Wacht even. Ja, hij moet een beetje meer zo. Hij moet een beetje meer zo. Even kijken. Zo. Zo moet. Ja. Nou moet ik hem voorzichtig dicht doen. Voorzichtig dicht doen. Aha! Ja. Hangt. Zo. Hey, die zit erin. Ja, hangt die? Ja, het was even zoeken. Want sommige ruiten zijn wat donkerder en zo. Ja. Maar ik heb hem toch bij een wat lichtere ruit opgehangen. Oh, mooi. Ja, dus het is te zien. Het is goed te zien. Dan Ja. komt de hoofdvraag. Ben jij weer aan boord? Ben jij weer supporter van NAC?
Ja, nou ja, 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 tuurlijk. Tuurlijk. Ik bedoel, we hebben het nergens meer over. Alles is gewoon zand erover en klaar is Kees. En jouw actie is dermate sympathiek en leuk. Dat, ja, daar kan ik moeilijk nee tegen zeggen, toch? Dus tuurlijk ben ik weer met NAC en ik steun NAC weer volkomen. Ja. Mooi. Kijk, ja. Ik krijg hier een glimlach van. Die handje op de camera. Jij ook handje op de camera. Ja, handje op de camera. Ja, daar gaat hij. Hoppakee. Ja. Super, ja. Harry, man. Hey, ja. Ik ben mega blij en ik denk met mij duizenden mensen in Breda ook. Ja. Nou, daar gaan we weer. Toch zal de wereld niet. Ja? Gaan. Zolang de liefde blijft bestaan. Ja? En dan? Ja, de liefde voor ons eigen. Eigen NAC. Ja. Hey, Rolf. Dankjewel voor je actie. Ja. Ik ben weer helemaal met NAC. En, geweldig. Hey, wat ga je nog tegen de supporters zeggen? Jullie staan 15e. Kom op. Ja. Vanaf nu moeten we de race gaan doorzetten. En Harry is aan boord gesprongen. Dus het kan in principe niet meer misgaan, jongens. Oké. Okay. Nou, goed zo. Hey, kom op, hè. En doorgaan. Gewoon knallen. En ik spreek je. En ik ben blij dat je weer terug bent. Goed, jongen. Tot dan. Dag. Doei, doei. Ciao. Ciao.